Welkom allemaal. We zijn weer met z'n drieën, met Michael en Jurk en mijn persoontje. En wij vatten het weer op met het Bijbellezen. De vorige keer hebben wij de uitzending gewijd aan de coronacrisis. Maar nu gaan we weer gewoon verder met waar we gebleven waren. En we zijn de keer daarvoor, toen we voor het laatst in Genesis 10 gelezen hebben, gestopt bij vers 18. En dan pakken we nu op bij vers 19. Zo gaan we beginnen. Maar eerst aan Jurk en Michael. Hartelijk welkom. En jullie mogen ook even hallo zeggen. Hallo. Hallo. Uit België. Uit Duitsland. Precies. Ja, ja, ja. België, dat land van de geïndoctrineerde idioten. Ja, ja. Leuven, de hoofdstad van de Jezuïeten van België of zo. Ja. Ja, zo heb ik de indruk vaker nog in elk geval. Ja, absoluut. Maar de Jezuïeten komen pas later in de Bijbel voor. Dus, ja, dat lijkt me ook, ja. Daar hebben we het nou nog niet over. Ja, nou, dat, Jurk, ja? Dat is één vers waar dat genoemd wordt als een volk. En de Jesuits, maar ik weet niet meer waar dat precies is. Echt waar, oh. Ja, 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 ja. Dat is, waar komt dat voor, Michael? In Herrscher des Grüns? Ik heb die herinnering, maar ik weet niet precies waar dat staat. Ja, als je dus dat woord Jesuiten in de search engine van de koning James doet, ik ga dat eens een keer doen, wacht eens even. Mm-hmm. Ik heb ja die search engine ergens hier staan op mijn... De Duitse Slachterbijbel, daar is die niet. Daar is geen Jesuit. Nee. En daar is dat niet. Maar... Oh. So right. Numbers. 2644. Dus ja. Numeri. Mm-hmm. 2644. Als je dan een keer wilt open doen, Perry, om een keer die man de mensen te laten zien. Ja, dan moet je wel de King James hebben. Hè? Ja. Numeri is dus het vierde boek Mose. Numbers, en dan zei 24? Kapitel 26. 26. Vers 44. Ja, zo komen dan zelfs 44. Dan moeten we een stukje naar beneden. Hè? Ja, ja. Inderdaad. Voilà. Of the children of Asher, after their families. Of Jimna, the families of the Jimnites. Of Jezui, the family of the Jezuites. Yeah. Of Beriah, the family of the Beriahites. Grappig. So, they stand themselves in the band. Maar ja, goed. Dat zal wel een, denk ik, een taalkundige toevalligheid. Nou ja, het is alleen maar ook in de Koning James. Ik denk, het is anders vertaald in de andere Bijbels. Ik heb nu geen zin om die andere Bijbels open te doen, om dat na te kijken. Grap, nou we er toch over begonnen zijn, zou ik er even bij pakken. Kan eens een keer in de Duitse, kan ik eens een keer kijken, die heb ik hier liggen. Ja, ik pak even... Nou, ben ik ook bezig met... 4 Mose 26. Oh, een keer open doen. Ja. 26, 44. Jeschwiter noemt het daar. J-I-S-C-H-W-I-T-E-R. Jeschwi. Ja. Oh ja, Jezeriten staat. Ja, Jezeriten staat hier. Oh nee, dit is, wacht, in 49. Dit doet fout. Nee, nee, nee. Ik spreek over de Duitse Bijbel. In de Statenvertaling is het Iswieten. Ja, inderdaad. Van Iswi, het geslacht der Iswieten. Ja. Ja. En in Duitsland is de Jeschwiten. En dus in Engels is de Jesuits. Ja, 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 ja. Ja. Oké, okay, maar dat okay. Was een keer een grappige anekdote. En dan gaan we beginnen met onze studie. Ja. Zoals je zei, Genesis 10, vers 19 gaan we verder. Maar ik ga vers 18 nog heel eventjes lezen. Ja. Omdat dat eindigt met de twee woorden spread abroad. En dan gaat in vers 19 and the border verder. En dat hoort er samen. Dus, and the Arvadite and the Zimmerite and the Hamathite. And afterward were the families of the Canaanites spread abroad. And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza, as thou goest unto Sodom and Gomorrah, and Admah and Zeboim, even unto Lesha. These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations. Yeah. Okay?
So, eigenlijk hadden we tot daar moeten gaan lezen, want dat sluit de families van Ham af. En dan gaat het met Shem in vers 21 verder, maar ik laat jullie eerst eens een keer deze twee versen lezen, waar er niks speciaals eigenlijk in staat. Ja, oké. Okay. Genesis 10, vanaf vers 18. En dan Arpadiet, en den Tsemariet, en den Hamatiet, en daarna zijn de huisgezinnen der Kanaanieten verspreid. En de landpalen der Kanaanieten was van Sidon. Daar gij gaat naar Gerar tot Gaza toe. Daar gij gaat naar Sodom en Gomorra en Adama en Seboim tot Laza toe. Deze zijn zonen van Gam naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken. Is het in Duits? Ja. Und den Arvaditern, den Semaritern und den Hamatiter und danach breiteten sich die Sippen der Kanaaniter aus. Und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon an bis dahin, wo man von Gerar nach Gaza kommt, nach Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim hin bis nach Lascha. Das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen und Sprachen, in ihren Ländern und Völkerschaften. Wat mij hier nu opvalt, ik weet niet of dat we dat verleden keer besproken hebben, is als we in vers 20 zien, after their tongues, dus die mensen zijn hier dus al in verschillende gebieden getrokken, naar hun spraak die ze spreken. Ja. Den punt is ja, dat we hier al dus geconfronteerd worden met dat elk volk, elke familie min of meer haar eigen taal spreekt. Mm-hmm. Want later in Babylon weten we dat ze allemaal één taal spraken. Ja. En God heeft ze dan verwaard, ik neem dat nu een keer voorweg, dat weet ja toch iedereen, en heeft de taal verwaard, zodat de mensen weer verschillende talen gaan spraken, en toen hebben ze zich dan samengevonden, diejenigen, die dezelfde taal spraken, en zo werden de nazi's opgericht, die wij vandaag de dag in feite nog altijd kennen. Ik heb in eerdere bijbelstudies daar nooit op gelet of daarover heenweg gelezen, moet ik zeggen. Ik mij was niet bewust dat ze hier al verschillende talen spraken. Ik dacht dat die mensen altijd één taal spraken, want ze kwamen ja allemaal uiteindelijk van dezelfde familie af. Ja? Van de familie van Noah. Noah en zijn zonen. Maar die spraken dus allemaal verschillende talen. Dat was mij niet bewust. Is jullie dat bewust geweest, dat ze toen al verschillende talen spraken? Nee, mij niet. Nee, maar het lijkt dat het verschillende talen zijn en niet verschillende dialecten, hè? Nee, verschillende talen. Ja. Denk ik toch? Ik heb ook niks anders gezegd. Nee, dat weet ik, maar dat is de eerste keer dat ik nu deze versen, deze duidelijkheid nu zie. Want ik dacht ook dat die verschillende talen zijn georigineerd in Babel. Ja, dat het een gevolg was van Babel, hè? Ja. Dacht ik ook, ja. Maar men ziet dus dat het daarvoor al zo was. En dat ze dus in feite dan in Babel terug alles één gemaakt hebben. En God dat uiteraard niet goedgekeurd heeft. Want God heeft de mens niet daarvoor bestemd om zich samen te rotten in één stad. Samen te wonen allemaal, ja, in plaats van zich ook te verspreiden over heel de wereld. En één taal te gaan spreken en één en dezelfde zon aan te bidden, bij wijze van spreken, om dat al eens een keer te zeggen, want dat was de hoofdreden natuurlijk van de Babylon gevallen was. Maar mij was tot nu toe niet bewust dat die mensen daarvoor al verschillende talen spraken. En dat is dus blijkbaar wel het geval. Vind ik interessant. Dat heb ik al een keer bijgeleerd, gewoon door een keer de Bijbel nu duidelijk eens een keer te gaan lezen en ook een keer op de woorden te letten. Want als je gewoon de Bijbel leest, lees je daar waarschijnlijk gemakkelijk over. Maar als je een Bijbelstudie doet, dan let je eerder op zo kleine dingen, omdat je altijd probeert die dingen beter te verstaan. En dit heb ik nu al beter verstaan. Vind ik interessant. Ja, dat is great. Goed, dan zal ik maar een keer voortvaren in vers 21. And to Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth, the elder, even to him were children born. The children of Shem, Elam, and Ashur, and Arphaxad, and Lut, and Aram. And the children of Aram, Uz, and Hul, and Gether, and Mash. And Arphaxad begat Selah,
And Selah begat Eber. En tot hier zal ik eens een keer lezen op de ogenblik. Dus tot vers 24. Met 24. Even kijken, dan pakken we op bij 21. Ja. Voorts zijn Sem zonen geboren. Dezelfde is ook de vader aller zonen van Heber, broeder van Jafet, den grootste. Sems zonen waren Elam, Assur en Arfaxad, en Lut en Aram. En Arams zonen waren Uz en Hul en Getter en Maz. En Arfaxad gewon Sela en Sela gewon Heber. Joel? Auch Sem wurden Kinder geboren. Ihm, dem Vater aller Söhne Hebers, dem älteren Bruder Japhets. Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Arpakshad, Lut und Aram. Und Arams Söhne Uz, Hul, Geter und Masch. Arpakshad aber zeugte Shelach und Shelach zeugte Heber. Yes. Interessant finde ich hierbei, dass in der Schlachterbibel ein Footnote ist, Nummer 6, 8, in Vers 21, so als Jule Missins auch sehen. En daar staat dus de betekenis van de naam Heber, dat wil zeggen die overheen wandelende, oder ene die uitwandert, dus die uitgaat uit zijn land. Ja? Mm-hmm. Met Heber is de naam van Hebreer verwant, die Hebreers, de Hebrews. Dus de naam Hebrew komt van Heber. Aha. Ja? Dat staat hier in de footnote in de Schlachterbibel. Af en toe kan dat ook eens een keer interessant zijn om op die footnoten te kijken, want in mijn Koning James staat dat hier bijvoorbeeld niet in. Nee. En dan hinübergehende? Hinübergehende, ja. Die eroverheen gaande. Betekent dat? Ja, zie je mal, dat zie je hoe oud dat die natie van Hebreer is. Ja. Is het dan iets als verspreiden, heen gaan of zo? Ja, niet verspreiden, maar dat is die hoe weggaat. Mm-hmm. Als je uit je eigen land immigreert in een ander, dat is auswandern. Vertrekt, ja. Dat is auswandern. Der Hinübergehende ist diejenige, die er overheen gaat, naar een ander land, naar een andere streek overheen gaat. Ja. Als je dat wilt vertalen. Ja. Dus, interessant, hè? Mm-hmm. Want dan moeten we nu eens een keer de familie van Eber waarschijnlijk bijzonder in het oog houden, hè? Mm-hmm. Zo lezen we dan in vers 25. En unto Eber were born two sons. The name of one was Peleg, for in his days was the earth divided, and his brother's name was Joktan. And Joktan begat Almodad, and Shelef, and Hazarmaveth, and Shira, and Hadoram, and Uzal, and Dikla, and Obel, and Abimael, and Sheba. Heeft niks met de kattenvoering te doen. And Ophir, and Havilah, and Jobab. These were the sons of Joktan. And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar, a mount of the east. These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations. Yes. These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations, and by these were the nations divided in the earth after the flood. Yes. 25 beginnen, hè? En Heber werden twee zonen geboren. Des ene naam was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeders naam was Joktan. En Joktan gewon Almodad, en Selef, en Hadzamarvet, en Jarach, en Hadoram, en Uzal, en Dikla, en Obal, en Abimael, en Sheba, en Ophir, en Havilah, en Jobab. Deze alle waren zonen van Joktan. En hun woning was van Mescha af, daar gij gaat naar Sefar, het gebergte van het oosten. Deze zijn de zonen van Sem,
naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. En vers 32 nog. Oh, sorry. Ik heb die ook nog. Deze zijn, natuurlijk. Deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorte, in hun volken. En van deze zijn de volken op de aarde verdeeld na den vloed. Yep. Ik weet al een vraag. Maar kom maar bij Michael. Ja. Ja, maar je moet dat... Ja, ik moet dat ding even schieten. Ja. Bedankt. Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. Und Joktan zeugte Almodad, Shelef, Hazarmavet und Jerach, Hadoram, Usal und Dikla, Obal, Abimel und Sheba, Ophir, Havilah und Jobab. Alle diese sind Söhne Joktans. Und ihre Wohnsitze erstrecken sich von Mescha an, bis man nach Sefa kommt zum östlichen Gebirge. Das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften. Das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Yes. Ja, en als we dan nu over gaan spreken, dan gaan we zeker beginnen in vers 25. Hè? Mm-hmm. En ja. Heber werden twee zonen geboren, de naam van de een was Peleg. Peleg, ook weer in een voetnota in de Koning James, maar dat kunnen we waarschijnlijk even goed in Isort vinden, die uitleg ja. daarvan, staat verdeling, ja? Zerteilung in Duits. Dat is de naam van Peleg, want dat staat er dan ook in de verdere vers ingeschreven. Want in zijn dagen is de aarde verdeeld. Ja. Nu, dat is heel interessant om eens een keer over te gaan spreken. Ik weet niet of dat een vraag was die je ook wilde aanhalen of die je had in dat opzicht. Dus dan kunnen we daar direct op ingaan, Perry. Wij weten ja dat als God de aarde geschapen heeft, dan heeft hem op den tweede dag let the dry land appear. Ja, gezegd, laat het droge land verschijnen. Mm-hmm. Ja? En het droge land kwam uit het water. En daar heeft hem dan al die planten op laten groeien. En pas in de dag daarop heeft hem dan de zon en de maan gemaakt. Dus de lichten. Zonder die de mensen denken dat je die planten niet kunnen gaan groeien. Want het licht was al in de wereld. Maar dat is een andere zaak. De punt is, hij heeft één landmassa gemaakt. En als we vandaag de dag onze wereldkaarten eens gaan bekijken, dan zien we ja ook, als je al die verschillende continenten ineens schuift, dan passen die min of meer samen als één grote landmassa. Ja. Zeker als je hier en daar een keer van uitgaat dat er dingen verloren gegaan zijn. Ah, dat is genoemd continentaalverschiebung of continentaaldrift. Mhm. Ja. En ze gaan nu natuurlijk proberen in de evolutietheorie. Dat heeft miljoenen van jaren geduurd voor die allemaal uiteengedrift zijn. Want die gaan ja nu... Ja, Continental Drift, dat was toch zo'n aflevering van Ice Age zeker, van die film. Dat zo noemde, Continental Drift. Je kan, ja. Dacht ik. Ben dan niet zeker. Michael kan dat misschien eens een keer nakijken. Even, ja, dat is juist. Dat is die vierde film, Continental Drift, voll verschoben. 2012. Ja. Mhm. Okay, dachte ich mir noch so jetzt zu erinnern, ja. Ich habe allein mal den ersten Teil gesehen, denke ich mal. Das ist mit so Films, der erste ist noch grappig und der andere sind da gewohnt abkletzelt von. Na ja. Gut, den Punkt, ob die ich näher will, ist, sie vertellen in der Evolution-Theorie natürlich, von dass das Millionen von Jahren gedürt hat, weil von Tag zu Tag kann die konnten noch altijd uit elkaar driften, ja, mit einer Schnellheit von, weet ich wie hoeveel Zentimeter auf Millimeter per Jahr. En daardoor hebben wij ook vaak aardbevingen, want dat gaat hier over die verschuivingen van die platen die eronder zijn, ja, die tektonische platen en alles erop en eraan. Maar dat is dus allemaal gewoon een evolutieverhaal, maar we weten als bijbelgelovende christen dat de evolutie niet waar is. Maar hoe komt het dan dat die wereld zo verdeeld is? Ah, wij, omwille van Peleg. We hebben dus, en dat is een punt over die men eventjes stil moet bijstaan. Vele mensen zeggen, die vloed, die zonvloed, had niet universaal kunnen zijn, want dan moest je de hele aarde onder water staan. Tuurlijk stond heel de aarde onder water, anders ging het ja niet. Maar het was ook maar één landmassa op dat ogenblik.
Ja. Die was niet verdeeld over de hele aardoppervlakte. Of dat nu een vlakke aarde is of een ronde aarde, speelt geen rol. Maar dat was niet verdeeld over heel de aarde, gelijk dat het nu is. Dat was allemaal bijeen. Ja? Dus die vloed was globaal, over heel de wereld. Mm-hmm. Maar er was maar één landmassa die eigenlijk te overvloeden was. En dan hebben we pas in de generaties na Noah de tijd dat de aarde uit elkaar ging. En dat waren op tijden waar we al gelezen hebben dat heel veel volkeren al naar hun plekken gegaan zijn. En dat staat hier in vers 32. Deze zijn de huisgezinnen van Noahs, van de zonen van Noach, na hun geboorte in hun volken. En van deze zijn de volken op de aarde verdeeld na de vloed. Ja. Dus die zijn gewoon ergens op die aarde gaan wonen en ineens scheurde dat uit elkaar. En daarom heb jij eigenlijk min of meer op alle continenten min of meer dezelfde wortels eigenlijk. Omdat een keer, ik weet niet of dat ik dat duidelijk genoeg zeg, maar in feite is dat zo dat je alles overal vindt. Bij wijze van spreken, dinosaurussen vind je op alle continenten. Mm-hmm. Waarom? Omdat die allemaal op één oppervlakte waren en die oppervlakte is dan gewoon uit elkaar gescheurd. Ja. Ja? En de volken die bijvoorbeeld in Amerika geleefd hebben, Noord- of Zuid-Amerika, zijn door de eeuwen daarna en zelfs de millennia daarna, hebben daar verder gewoond en hebben zich verder ontwikkeld, ganz normaal, maar zijn ook oorspronkelijk afkomstig uit de familie van Noah. Ja. Waar dan ook? Australië, Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Azië, Europa. Ja? Dat was allemaal één landmassa en dan is dat verdeeld geweest. In die tijd van Peleg. Ja? Mhm. Dat staat zo heel duidelijk beschreven in de Bijbel. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Ja. Hoe de Bijbel ons uitlegt van, kijk, in het begin was er één landmassa en die is dan naar de vloed verdeeld. Ja? Vers 32, zijn de volken op de aarde verdeeld na de vloed. Voor de vloed was alles anders. Er was een compleet andere aarde als die wij nu hebben en die wij nu kennen. Dat wilde ik daartoe zeggen. Maar... Ja, een hele mooie aanvulling. Daar heb ik wat aan. Wil jij nog wat reageren, Michael? Ja, ik ben op zoek naar die Peleg. Wat zeg je? Ik ben op dit moment op zoek. Ik dacht dat misschien de naam is ook bekend in de etymologie of zoiets. Dan, daar ben ik op dit moment een beetje bezig met. Ja, omwille van dat het betekent die verdeling, het zerteilung. Ja, ja. Ja, ja. Maar die etymologie die kent dat niet. Dat is een eigen naam. Mm-hmm. Dus heeft dat geen bedoeling, maar het is een naam die een bedoeling heeft, maar het is geen bedoeling die nu oorspronkelijk van een beroep deze dingen komt. Dus ja. Ik zal het een keer zo zeggen, Michael. Het is een naam die een betekenis heeft in de Bijbel, ja. Maar in het wereldelijke waar wij vandaan komen vandaag de dag niet meer. En dat weten we ja van andere namen ook. Bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk iets, daar komen we later een keer naartoe. Ik ben daar momenteel mee bezig, omdat ik het boek juist uitgelezen heb en dus nu ga binnenkort inlezen, The Israel Deception, Exploding the Israel Deception, mm-hmm. van Steve Wahlberg. Daar spreken mm-hmm. we over Genesis 27 en Genesis 32. En dat zijn in dat opzicht zeer, zeer interessante kapitelen, want daar spreken we over Jacob en hoe Jacob een hele nacht ringt, vecht met een engel. Mm-hmm. En op het einde van dat gevecht, die engel hem vraagt, hoe noemde jij? Hij zegt Jacob. En de engel zegt van, jij gaat voortaan niet meer Jacob noemen, maar Israël. Mm-hmm. Ja? En dan wordt ook uitgelegd dat Jacob, die naam Jacob, dus een betekenis heeft. Ja? Dat Jacob betekent bedrieger. Leugenaar. Oh. Aha. Ja? The crook, a liar in Engels. Ja? En Israël betekent prins van God. Ja? Dus mm-hmm. in de Bijbel hebben namen een betekenis. Ja. Anders als vandaag, waar de kinderen Justin noemen en Kevin en weet ik veel welke namen die allemaal hebben, die in feite niks meer betekenen.
Maar vroeger hatte der Name Betekenis. Und selbst Michael ist davon sehr gut auf der Hochte, weil Michael hat so einen betekenisvollen Namen, weil der Slotte ist Michael der Name von die Erzengel in der Bibel. Und volgens mijn studies, die ik over korte tijd geleden gedaan heb, is Michael zelfs niks anders als Jezus Christus. Ja. Dus Jezus Christus verschijnt in de vorm van de engel Michael, die ja de hoofdengel van alle engelen is. Dat is ook nog een keer een interessante studie, maar dat komt ook in dat boek Exploding the Israel Deception aan. Ik zeg, dat is een enorm belangrijk, enorm interessant boek om te lezen. Daar komt dat ook tot stand. Ik was vroeger altijd een tegenstander daarvan dat Michael Jezus was, maar nu begrijp ik het waarom dat zo is. En dus Michael heeft ook een betekenis. Ja? Michael, Gabriel, dat zijn die enige twee namen van artsengelen volgens, zodat ik weet, die in de Bijbel voorkomen. Je hebt ook nog Raphaël, maar die komt volgens mij niet in de Bijbel voor. Alleen in de apocryfe, voor zover ik weet. Oh, oké. Okay. Maar Gabriel komt voor, want dat is diegene die Maria vertelt dat Jezus geboren, dat ze zwanger gaat worden van Jezus. En dat is diegene die Daniel vertelt dat 70 weken bestemd zijn over zijn volk en zijn heilige stad. En dan heb je Michael, die onder andere in de hemel die, dat gevecht leidt tegen Lucifer en hem uit de hemel gooit. Ja? Maar dus Michael weet ook een beetje van die betekenis van die naam, omdat hij zelf ook zo'n naam draagt. Maar over het algemeen zijn die namen die we vandaag de dag hebben, min of meer betekenisloos. Alhoewel dat vele namen van die wij vandaag hebben, een afstamming hebben die Bijbels is. En deze afstamming heeft ook wel een andere betekenis. Ja. Probleem is alleen dat wij vandaag de dag niet meer weten wat betekent onze naam überhaupt. Ik geef een keer een voorbeeld. Mijn naam, Jörg, is de Duitse versie van Georg. En Georg heeft zeker ook een of andere betekenis van vroeger, maar ik zal per God niet weten de welke. Ik sta er nu ook niet bij stil. Maar men zou dat natuurlijk eens een keer kunnen gaan uitzoeken. Maar het probleem is, dat is precies dat probleem dat Michael juist tegen het lijf gelopen is. Dat probleem is, als je dus in zo'n website gaat als etymologie, dus de afstamming, de woordafstammingswoordenboeken en dergelijke dingen meer, dan vind je alleen maar ontevredenstellende antwoorden, omwille van dat deze sites natuurlijk niet gebaseerd zijn op Bijbelkennis, de wijsheid van God, op de wijsheid van de Bijbel. En dus gaan we in feite daar altijd een beetje in het donker tappen, zoals we in Duits zeggen, ja? Im Dunkeln tappen. Georgos is Greek en betekent husbandman, farmer. Oké. Okay. Heeft dus dan waarschijnlijk nog een andere afstamming dan als je naar het Hebreeuws kijkt, wat dat dan? Ja, dat is dat wat Etymologie Online nu hier zegt. Dat is ja. Tilling the ground from earth, see Gaia. Ja. Ja, natuurlijk is dat niet de oorspronkelijke bedoeling. Maar het is het probleem dat voor de toekomst die iedere betekening die wisselt. Dus wat de betekening was 2000 jaar geleden, is nu betekenis, niet... Betekenis. Betekenis was 2000 jaar geleden, is nu op dit moment niet de betekenis, want die... Ja, die hersers, die regering en zoiets, die proberen dat woord te manipuleren. En die vertellen u dat bijvoorbeeld tolerans is een heel goede ding. En, een heel goede eigenschap. Ja. Eigenschap. Ja. En dus is het probleem dat jij moet terug naar die oorsprong van het woord, om te weten welke precieze bedoeling iets woord hebt. Ja, dat is het belangrijkste hier. Dat is het belangrijkste, want alles andere is de studie en de wetenschap van de mens. En die mens, die is onjuist, die is een leugenaar en die draait dat om en die gebruikt sofistiek en deze tricks. Maar het is zo, ik versta het zo dat in de Bijbel de naam heeft een bedoeling en meestendeels is de naam de beroep van iemand.
Nee, de naam in de Bijbel, daar moet ik je tegenspreken, Michael. De naam in de Bijbel is een weerspiegeling van zijn karakter. Ja, en juist dat voorbeeld van Jacob is het voorbeeld dat je daarvoor kunt gebruiken. Hm. Want Jacob was een bedrieger. Ja, daarom was Esau boos op hem. Daarom is hij 20 jaar geflohen voor Esau, als hij dann terugkwam. En hij had schrik van Esau, want Esau heeft zijn mannen uitgestuurd naar hem. Ja? En hij was een bedrieger, hij was een leugenaar. Hij heeft 3 keren gelogen als hij voor Isaac stond, zijn vader, en zich als Esau uitgegeven heeft om de blessing, de zegen te krijgen. Ja? Ja, ja. Hij was een bedrieger en zijn naam betekent bedrieger. Jacob staat zo geschreven, ja, betekent bedrieger. Dat, ja. Dus de mensen toen, die namen, hadden een betekenis op hun karakter. Want, en zo staat het dan in Genesis 32 geschreven, als hij met die engel gevochten heeft, zijn naam is nu Israël, want hij heeft een nieuwe karakter gekregen van God. Ja, dat begrijp ik. Want die engel met die hij gevochten heeft, was Jezus Christus. Maar ik moet daar ook tegen spreken, bijvoorbeeld de zaak van Lucifer en Satan, dat zijn boze beroepen. Ja, dat zijn beroepen. Dat is zijn karakter, ja, maar hij was niet de lichtdrager of lightbearer. Ja? Doch, hij was niet het licht, hij was de lichtdrager. Ja, hij was bedoeld als de lichtdrager. Ja. Hij was de lichtdrager voordat hij gevallen was in de hemel. Ja. Maar dan, dat is dan ook zijn beroep. Verstaan je? Ja goed, daar moeten we dan niet over discussiëren en zeker geen ruzie over maken. Dan heeft het zowel de ene als de andere betekenis. Ja. Een naam kan dus een betekenis hebben van de beroep die een mens uitoefent aan de ene kant. Maar hij kan ook dus de karakter van die mens Dat zie je heel precies, Jörg, bij Saul en Paul. Ja, ik weet niet wat Paul betekent of Paulus. Ja, dat weet ik ook niet op dit moment. Maar je ziet dat als zijn karakter wisselt of zijn opdracht wisselt, ja, dan ook zijn naam is veranderd. Dan verandert zijn naam, ja. Ja. Ja, maar dat verandert ook zijn karakter, hè? Ja. Ah ja, want hij wordt van de jager van de christenen, wordt hij tot de grootste apostel voor de christenen in het heidense volk dan wel. Dus bij Saulus naar Paulus is het dus een verandering zowel van karakter als ook van beroep, zou ik zeggen. Want hij was de eerste inquisitor en is daarna de apostel geworden naar de heidenen naartoe. Ja? Dat is 180 graden omgedraaid. Hè? Ja? Dus laat ons het daarbij houden dat wij absolute detail daar niet van weten, maar dat de namen vroeger in de Bijbel een weerspiegeling waren A, ofwel van de karakter van de persoon, of B, van de beroepen van die personen. Ja. Het probleem is natuurlijk in de beginfase, als de kinderen juist geboren worden en ze krijgen een naam, hoe kun je hun karakter al kennen? Ja, de punt is van dat de naam dus, en dat moet je een keer gaan begrijpen, de naam wordt niet gegeven van de ouders, maar de naam wordt gegeven door God. Mm-hmm. Ja, ja, mijn grootopa. Grootvader, ja. Grootvader, ja, ja, die heeft voor mij de naam gekozen Frank. Zo. En mijn ouders zeggen nee, Frank, nee. dat is niet juist, hij zou Michael heißen. Ja. Oké, okay, maar dat. Ik ben nu niet Frank. Niet Frank Sinatra. Nee. Oké, okay, gaan we door? Ja. Genesis 11. Mm-hmm. Ja. Maar was dus interessant met die vertaling van die aarde ook. Hè? Dat ja, we daar nog iets bij blijven staan. Ik heb mij wel weer even de ogen geopend, ja. En voordat we nu naar Genesis 11 gaan, sorry, ik heb daar nog een punt die ik wilde maken. Wacht eens, nu moet ik eens een keer nadenken. Oh man, ik had dat al juist nog in mijn hoofd, heel die tijd. En nu is de ene keer weg. Ah ja, ja. Precies, sorry. met de betekenis van de woorden die verandert. Michael heeft daar een heel goede, interessante zin gezegd, waar we nog niet zo bij stil blijven staan. Hij heeft gezegd dat zij, tussen aanhalingstekens, ja, die ons regeren en zo, die mensen met macht in deze wereld,
dat die de betekenis van de woorden veranderen. Ja. Ja, Michael, dat hebt je gezegd, hè? Ja, precies. Ja, en daar wilde ik eens een keer op ingaan. Ik wilde graag eens een keer een voorbeeld aanhalen. Dat iedereen die al eens een keer de Flintstones gezien heeft, begrijpt. Je kent toch waarschijnlijk ondertussen de LGBTQIY, weet ik veel wat, beweging. Ja. Ja? Deze genderbeweging, die staat voor lesbien en gay. Ja. Dat woord gay, dat vandaag de dag eigenlijk alleen maar gelijkgesteld wordt met homoseksualiteit of met andere woorden met sodomie. Ja? Dat woord had in het Engels enkele jaren geleden een compleet andere betekenis. Gay was de uitdruk van schoonheid. Ja. En als je de Flintstones kijkt, dan wordt in dat lied gezongen in het begin en have a gay old time. Ja. Wat bedoelen ze daarmee? Heb geen homoseksuele goede tijd, maar heb een leuke tijd om door te brengen. Daar is de betekenis van het woord gay nog zo. En in Duits heb je ook zo een voorbeeld, het woord geil. G-E-I-L. Ja. Da habt ihr natürlich aus den Jahren 80 das Lied von Bruce und Bongo. Geil, Boris ist geil, dit ist geil, geil. Kennt ihr den? Oh, das war ein sehr großer Skandal. Ob de, in diese 89 Zeiten. Das war ein sehr großer Skandal. Um dass sie das Lied ausgebracht haben. Ja. Ihr macht das Wort nicht sagen gegen die ja, Autos. Ja. Das war sehr, sehr groß. Nee, das war nicht gut. Nee, dat weet ik ook nog. Ja, dat was echt, zoals in Engels zeggen, ik weet dat ik geen Vlaamse uitdrukking van, in Engels zegt men, that is frowned upon. Ja. Ja. En dat woord in Duits, geil, dat betekent oorspronkelijk eigenlijk, dat is als een bloem opengaat, s'morgens. Je weet wel, als je op een wei kijkt, bij u s'morgens heb je zo van die bloemen die s'nachts helemaal niet te zien zijn. En als de zon uitkomt s'morgens, dan gaan deze kleine witgele bloempjes of die komen ineens omhoog. En ook de leuvenzaan, wat is dat? Die gouden bloempjes daar, die pisbloemetjes, hoe noemt dat in Vlaams? Leberbekjes of zo? Ja, je weet wel, die zo helemaal geel zijn en die dan achteraf zo pustebloemen worden. Zo waar je moet inblazen en die samen verspreiden zich over heel die tijd. Oh, paardenbloem, dat bedoel je, ja. Ja, genau, ja, paardenbloem. Ja. Die sieht es morgens nicht, aber als dann die Sonne aufgeht, und das Dach wird, dann kommen die Blumen in eins daraus und gehen open, bloeien open. Das nannte man in Deutsch geil. Ja. Ja? Das hat nichts zu tun mit, was das nu geassoziiert wird, weil nu heeft das allein noch mal eine sexuelle Betekenis und ist total ein total verandert Wort. Ja. Ja. En dat is weer zo'n fantastisch voorbeeld. Nu hebben we daar een voorbeeld in Engels met gay. Dan hebben we een voorbeeld in Duits met geil. En ik weet niet, Perry, of dat jij in Nederlands ook een keer over zoiets kunt, over een voorbeeld eventueel kunt ons vertellen. Oh, daar val je mij. Nou, wat ik een hele belangrijke vind, is het woord Mohammedaan. Wat vervangen is door, door een Arabisch woord. Moslim. Ja. En dat slaat helemaal nergens op. We praten geen Arabisch hier in Nederland. We praten hier Nederlands. Oké, dat is niet precies hetzelfde. Maar ik persoonlijk ben altijd van mening geweest dat het woord moslim of moslim een negatieve connotatie heeft tegenover vergelijking met het woord Mohammedaan. Oh ja. En vooral het woord Mohammedaan is ook duidelijk, want dat zegt wie dat zij volgen. Ze volgen Mohammed. Ja. Maar ze volgen niet de moslim of iets in die richting. Dus dat is eigenlijk zo'n woord waar je die link niet aan kunt leggen. Ja. Dus je neemt in feite een bestaande verbinding neemde je weg om te zeggen van dit betekent het woord. Mm. In dat opzicht vind ik dat zeker niet verkeerd om dat ook eens een keer te gaan noemen. Ja. Ja, ja, want als we alle Mohammedanen zouden Mohammedanen noemen, dan zouden we ook veel meer begrip voor hen kunnen gaan opbrengen. Dan is het ook veel makkelijker om Mohammedanen naar de Bijbel te brengen, want je kunt dan vragen, ja, wilde jij een mens volgen of wilde jij God volgen? Ja, ja. Want Mohammed was, dat zeggen ze ja zelf, Mohammed was de profeet. Ja. Hij was niet God, hè? Mm-hmm. Hij was de profeet van God, van Allah, zoals dat in hun Koran noemt. Dat is in de, als je daar gewoon over moslimen spreekt, of moslims spreekt, is dat helemaal niet zo duidelijk. Maar als je ze Mohammedanen noemt, het zijn volgers van Mohammed,
dan kun je een keer zeggen van oké, okay, doe dan een keer je keuze. Ofwel volg je een gevallen mens, want hij is maar 1000 keer een profeet geweest en is een gevallen mens. Hezekiel was ook een profeet, was ook een gevallen mens. Jeremia was een profeet, was ook een gevallen mens. Jesaja was een profeet, was ook een gevallen mens. Obadiah was een profeet, was ook een gevallen mens. Hosea was een profeet, was ook een gevallen mens. Het waren allemaal gevallen mensen. En ze hebben nooit aanbidding gevraagd. Of dat mensen hun gingen volgen. Nooit. Nee. Groot verschil met in de Bijbel, met Mohammedanismus. Dus in feite moet je de Mohammedanen alleen maar vragen van, ja, maar kijk, volg een mens en je bent verloren, of volg God en je komt tot het eeuwige leven. Dat is een heel simpele aanzet. En deze aanzet wordt ons in feite ontnomen als we die Mohammedanen moslimen nennen. Ja. Goeie punt, Perry. Ja. En volgens mij betekent moslim in het Arabisch onderworpende. Dus het is dat je jezelf onderwerpt aan het geloof van de islam. En islam, dat betekent onderworpenheid. Ja. Onderworpenheid aan het grote geheel. Maar dan nog, het is Arabisch. En ja, we hebben in het Nederlands wel een hele hoop vreemde termen, zoals uploaden en zo. Ja. En trottoir. Maar in principe hebben wij voldoende Nederlands. In dit geval zeker, want we hadden dat woord al Mohammedaan. Dus daar heb je niet een Arabische term voor nodig. Maar dat is in Duits hetzelfde. Mm-hmm. In Duits kunnen we ook even goed van Mohammedanen spreken in plaats van moslimen. Mm-hmm. Maar er wordt ook altijd alleen maar van moslimen gesproken en niet meer van Mohammedanen. Nee. Dat ene woord wordt door het andere vervangen. En volgens mij is dat de bedoeling ook om juist die referentie weg te gaan nemen van dat Mohammedanen een religie is die Mohammed kan volgen. Ja. En dus een profeet volgen in plaats van God. Ja. En het zaait verwarring. En verwarring, dat is iets, het zaaien van verwarring, daar beschuldig ik de overheid van. Dat ze dat nog een keer met opzet doen ook. Daar beschuldig ik eerst en vooral Satan van. Want hij is van de verwarring. Ja. Maar omdat onze regeringen allemaal Satan volgen, heb je natuurlijk ook weer gelijk. Ja. Goeie punt. Dus je kunt niet direct zo met een voorbeeld opkomen. Dat was wel interessant, Mohammedaan, moslim, maar dat was niet dat wat wij hier bedoelen. Maar we hebben dus in Duits dat voorbeeld van reil, we hebben in Engels dat voorbeeld van gay. En dat is dus heel belangrijk als je dat verstaat van hoe dat in feite de taal verandert en daarmee dus ook het verstand van een woord. Ja. Vandaag de dag, als je in Duits het woord geil hoort, dan heeft iedereen... Ik weet nog wel één. Dus, over homoseksuelen gesproken. Ja? Vroeger heetten die mensen van de verkeerde kant. Dat was de originele Nederlandse betiteling. Want je was van... Ja. In Duits is dat van anderen oefer. Ja. Mhm. Of was dat? Dat is een beetje oude Duits. Maar dat zegt men in Duits ook nog altijd. Bist du vom anderen Ufer, oder nicht? Ja, ik denk, dat is niet zo modern. Hè? En we hadden ook zo'n gevaartje bij. Wij zijn ook oud. Ja. Ja, gelijk dat ze natuurlijk ook zeggen van uit de kast komen, bij wijze van spreken. Come out of the closet in Engels. Kom aus dem, ik weet niet, hoe zegt men dat in Duits? In Vlaams zeggen we ook kom uit de kast. Ja. Of die uit de kast komt. In Engels zeg je dat. Coming out of the closet. Hoe zeg je dat in Duits? Ja, zie. Taal is iets interessants, hè? Als je je daar een keer mee bezighoudt. Ja. En je kunt met taal heel veel doen. Nu, in Genesis 11 wordt dat heel interessant, want de Koning James Bijbel zegt hier in vers 1 van Genesis 11, And the whole earth was of one language and of one speech. Maar daar juist hebben we toch geleerd dat al die volkeren naar hun taal ingedeeld worden. Ja. Dat weerspreekt elkaar nu in een keer, hè? And it came to pass that they journeyed from the east, that they found the plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime they had they for mortar. De eerste drie versen van Genesis 11. Ja.
Nu verstaan we ook direct dat de Bijbel zich niet tegenspreekt. Mm-hmm. The whole earth was of one language, and it came to pass as they journeyed from the east that they found the plain in the land of Shinar. Dus hij gaat het over die mensen die daar naar Shinar gegaan zijn. Dat was de hele aarde, bij wijze van spreken. Niet de gehele aarde. De gehele aarde. Ja, goed. Les eerst maar een keer in Nederlands en in, ja, in Duits dit geval voor hier. Nou, wat interessant hoor. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinaar. En zij woonden al daar. En zij zeiden, een ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen. En het lijm was hun voor leem. En Michael? Ja, mooie beeld, hè? Ja, ja. Ja, echt, is één, ja, de kapitel 11, ja. Ja, bedankt. Und die ganze Erde hatte eine heizige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Ja, das, das ist interessant, um nüs nicht hätte gern lesen. Ja, ist aber wir noch gelesen, dass die Menschen verteilt waren nach hün Familie, mhm, in hün Strecke und in hün Strecke verteilt nach hün Sprach. Und nu lesen wir in eine Kehr, die hele Erde, was von ein Sprach, was von ein Tal, mhm, und von ein Speech, so als das Engels nennt. Das in Flams ist, dass die ganze Erde was von einerlei Sprach und einerlei Worten. Dus met andere woorden, ze zijn tot eens gemaakt. Ja? Eerst heeft God ze verdeeld over de hele aarde en dan heeft de mens zich eens gemaakt in Sinear. Daar woonden ze al daar. Ja? Al die mensen van betekenis in ene keer. Dus dat is een verandering in de wereld die in ene keer plaatsvindt. Ja? Mm-hmm. Dat God heeft ervoor gezorgd in Genesis 10 dat die mensen na hun families in hun eigen grenzen, in hun eigen naties, hun eigen taal spraken, maar nu zijn ze allemaal naar het oosten getogen en in de laagte vonden ze het land Sinear en zij woonden al daar. En daar hebben ze zich dan verbonden en gezegd van, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen en het lijm was hun voor leem. Nou, interessant vind ik het woord dat in Duits gebruikt wordt. Daar zal Michael waarschijnlijk ook al direct een aanmerking op wenden. In Engels. sorry, soms komt het eens een keer door elkaar. Okay. De laatste zin van vers 3. And they had brick for stone and slime had they for mortar. Mm-hmm. Nou, slime, als we dat eens een keer vertalen naar het Duits, is schleim. Mm-hmm. En daar heeft Michael waarschijnlijk direct een opmerking over, want wij weten uit de heidense religies dat de goden ook slijm geweest zijn. Dat heeft te doen met het verhaal van Mercurius. Maar ik krijg dat niet meer helemaal bijeen. Michael is met zo'n dingen beter om dat beter te onthouden en weer te kunnen gaan geven. Wil je dat eens een keer met ons delen, Michael? Oh, daar ben ik niet de precieze mens voor. In oh. Nederlands. wat bedoel je nu, Jörg? Jij bedoelt dat die Quicksilver of wat? Die Alchemie of wat bedoel je nu? Nee, ik bedoel dat met met dat gevecht van die Goden in de hemel, dus de tussen aanhalingstekens Goden natuurlijk, ja, dat we daar, wacht eens een keer, ik ga dat eens een keer uitzoeken in Hislop, dat staat dat in Hislops boek, Babylon naar Rome, the two Babylons, en dan moet ik dat woord eens een keer zoeken. Geef me eventjes een keer een minuut, ik moet dat eventjes uitzoeken. Ik wist niet dat we daar naartoe gingen hier. Slime. Interessant woord. Dus
Oh, kommt in het Engels niet voor. Dan moet ik het in Duits een keer zoeken. Ctrl-F. Schleim. Ik was vrij zeker dat het woord daarin voorkwam, maar hij vindt het nu hier niet. Daar ging het over die over het gevecht van de Groden. En dat uit die slijm een rees en dat de hele mensheid in feite slijm is. Oh, jong. Dat was een hislop? Ja, dat was een hislop, ja. Maar ik vind dat woord slime niet in Engels en slime niet in Duits, dus... Mercury. Gaan we dat eens een keer zoeken. 10 overeenstemmingen. Hermes is just an Egyptian name for dead. Okay. Discord begin. Ja, dan zeggen jullie maar een keer iets, want ik ben hier eventjes echt aan het zoeken. Ja, ga je hem even zoeken. Dat is dus het begin van het bouwen van de toren van Babylon. Ja, dat is het begin van die mensen die nu ook een herser, een menselijke herser hebben. Ja. Die Nimrod, ja, dat is niet meer de familie. Waar die man is die, wat is dat in Nederlands, Oberhaupt? Opperhoofd, ja. Oberhoofd. Maar nu is het een sociale gemeenschap van mensen in een zogenoemd city. En die Nimrod, die was, dat komt later in deze Genesis 11. Ja, die was een grote een koning. Dus zij is, hij is nu dan een soort van God voor die mensen. En je weet dat het ook in het tweede boek Exodus, die mensen zullen niet om God horen, maar in het eerste boek Samuel, denk ik, daar hebben ze gevraagd, ja, wij hebben een koning nodig. En dus, was dat de eerste grote stad, was Babylon. En je ziet dat met de turm van Babylon, daar zie je dat die mens, die de hoogste mens was, zo te zeggen, in Nederland de hoogste mens was. Ja, die wilden, hij wilde nu een gebouw maken die tot het hemel, zo groot tot het hemel raakt. Ja, en dat zie je, dat hij, dat is de bedoeling, dat hij zegt, ja, ik ben zo groot als God. Ja. Ja, daar zie je dat deze mens dan denkt dat hij een besondere mens is en dat hij God is. En dus daar op mijn verständnis hier, daar denk ik dat Nimrod halt ook iemand is, die so als Lucifer in Jesaja 14:12 dann sagt, hey, I want to be like the Most High. Ja. En dat ook is natuurlijk dat je met zo'n hoge toren, dat je dan het uitzicht hebt over een heel groot gebied. En dat je een mogelijke vijand van ver aan kan zien komen. En ook dat je dus als het ware heel ver kan zien, net als dat ze met die all-seeing eye, zeg maar, dat ze inzicht hebben in wat er zich afspeelt rondom die toren. Ja, oké, dat is de gewone bedoeling. Van de wereld. Maar ik denk, die spirituele bedoeling van de torenbouw van Babel is dat iemand nu zegt, ik ben iemand die ook God is. Ja. En jij moet mij worshipen. Ja? Ja.
Ja, dat is ja. Ja, Ehren. Ja, Perry, dat is hier, denk ik, de spirituele bedoeling. Ja, zonder meer. Dat ben ik met je. Dat hij denkt dat hij God is, of de God van de stad Babel is. En dus, ja, om dat te bevestigen, daar zou hij dan een gebouw maken die halt tot de hemel raakt. Mm-hmm. Ja? Want hij is hij is de hemelse leider. Ja? Mm. Hij is de koning. Ja? Hij ziet zichzelf als koning. Ja. Of als God. Dat is die Nimrod, hè? Of niet? Ja, dat is, ik weet niet de juiste woord in Nederlands nu, Perry. Misschien kan je een beetje helpen. In Duits is het Größenwahn. Ja? Grootheidswaanzin. Grootheidswaan, ja. Oké. Okay. Heb jij het al gevonden, Jörg? Nee, ik ben aan het zoeken. Ik weet niet meer welke God dat juist te doen heeft. Hm. Maar het was met ik dacht dat het Mercurius was, maar blijkbaar niet, want ik heb het onder Mercurius ook niet gevonden in het boek. Of Hermes of zo, en dan ben ik onder Apollo aan het zoeken. Maar ja, er zijn 34 referenties naar de naam Apollo in dat ganze boek. En dan moet ik eens zien, is het dat en waar staat dat juist? Ja. Het ging daarover dat de goden in de hemel daar gevochten hebben en dan hun ene kapot gemaakt hebben. En hem dan, en die was dan uit slijm terug opgerezen. En de hele mensheid is in feite uit slijm ontstaan. Oh ja. Ja, dat is dus in deze Griekse of weet ik veel wat, heidense religie is dat zo. Ja. Maar. Oké. Okay. Ja, misschien een andere keer komt. Ik vind dat hier niet. Dat is echt heel spijtig. Want. Punt is, als ze van die ene, Godzoon, gelijk Nimrod hier, bij wijze van spreken, als ze daar God van maken, mm-hmm. of als ze daar een mens van maken, uit slijm, mm-hmm. en we lezen hier dus in Genesis, and they used slime for martyr, mm-hmm. ja, dat ze bij wijze van spreken de mensheid gebruikt hebben om dat samen te lijmen. Ja? Dus de mensen zijn dat wat de stenen heeft doen bijeen kan steken. Als je een nieuw beeld bekijkt, ik weet niet of dat je dat op je computer hebt, dan kunnen we het een keer laten zien, dat beeld van Babel. Je hebt daar die toren van Babel. Ja, zoals hier een beeld, hè? Bedoel je dit? Of, Zoals het een oude is. En, nee, dat is ja in de Bijbel, dat is het oude beeld. Maar je hebt... Je hebt een nieuw beeld daarvan. Wacht, ik zal eens een keer dat beeld hier bij mij op de computer zoeken en dan zal ik je dat eens een keer sturen. Dat is met de... Je hebt de toren daar in... de oude toren en de nieuwe toren. En de nieuwe toren... Je hebt dat... dat beeld is van Europa... vele talen, maar één spraak of hoe dat noemt. Wacht, mm-hmm. Ik denk dat ik weet welk gebouw je bedoelt. En dan bedoel ja, je dat is van Straatsburg, maar hij bedoelt dat beeld wat een beetje lijkt naar die vrijmetselaars. Wacht, ik heb het hier. Ik kan het je in de computer sturen hier op Skype. Dan kunnen we dat een keer laten zien hier. Ja. Ik heb hem binnen. We kunnen dan een keer een beeld doen. En die zin die daar staat, is dus Europe. Many tongues, one voice. Ja? Dus veel spraken, maar één stem. Mm-hmm. Ja? En als je dan eens een keer goed kijkt, dan zie je dat die mensen allemaal gemaakt zijn uit... Stenen. Voilà. En de mensen zijn dus gemaakt uit stenen en de stenen worden samengehouden door die slijm. En wat is die slijm? Die slijm is dus die god in dat boek van Hislop. Ik kom dan niet op de welke dat is. Mm-hmm. Dus deze godheid... houdt de stenen aan elkaar gelijmd. Dat was die punt die ik wilde maken, maar ik vind het in Hislop's boek nu niet. Hmm. Om het verrekken niet, sorry dat is zo cru moet ik zeggen, maar het ergert mij dat ik zoiets weet en dat ik het dan gewoon weer niet kan vinden. Ja? Maar ja, dan gaan we eens een keer aan de mensen vragen van zoek dat zelf eens een keer aan op.
Je kunt het hier nu wel duidelijk zien in dat beeld. Ja, je hebt de toren van Babel, het oude beeld dat hier getekend is. En dan het nieuwe beeld met natuurlijk al die satanische pentagrammen daarbovenop. Ja. Waar de 12e achter de toren verstopt is, want daarom zie je alleen maar 11 hier. Mm-hmm. En allemaal naar beneden gedraaid, dus als satanische sterren dan ook nog. Many tongues, ja, veel talen, maar één stem. Ja. Ja. En dus die mensen allemaal gemaakt uit stenen. Dus geen levende wezens, hè? Want stenen leven niet. Hè? Nee. Ja, een bizar plaatje vind ik het. Ja. Ja, zoveel daartoe. Maar ik vind het spijtig dat ik het nu echt niet gevonden heb. Ik zal anders nog een keer proberen verder te zoeken. En dan heb ik het misschien voor de volgende keer klaar. Maar dat was uiteraard nu interessant om hier aan te beginnen. Want we weten dat nu in kapitel 11 beginnen we met de torenval van Babel. En we zien al direct de rebellie tegen God, dat de hele aarde van één taal was, alhoewel dat we toch juist in Genesis 10 gelezen hebben, dat God ze allemaal verdeeld heeft in hun families naar hun eigen taal. En hier zijn ze allemaal bijeengekomen. Waarom zijn ze bijeengekomen? Wel, daar gaan we nog leren als we Genesis 11 verder gaan bespreken. En ja. Ik zou zeggen, van, we kunnen het voor hier, voor vandaag, wat mij betreft, afsluiten. Ja, vind ik ook. En dan moet ik hiermee doorgaan. Maar ik wil natuurlijk... Nee. Ik vind het een hele mooie geweest. En een mooi begin, een mooie cliffhanger voor de volgende. Dat we hier aan de toren van Babel zitten. Ja, dat is de specialiteit van Jörg met de cliffhanger. Ja, hartstikke mooi. Willen jullie nog wat zeggen ter afscheid? Ja, ik kan het ook niet veranderen dat de Bijbel zo vol met cliffhangers is. Mm-hmm. Ja, precies. En jij, Michael? Nee. Ja, kan ook niet zo. Ik ben blij als wij volgende keer weer samen de Bijbel lezen van die toren van Babel. Ja, ik ook. Ik zie er ook naar uit. En jullie hopelijk ook. En dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. En op zijn hamburgers. Tjus!